Ik neem je nu mee naar de papierfabriek. The place to be om te shoppen. De watermolen voor u wordt gerund door een gerenommeerd verver. Hier vindt u prachtige stoffen. Katoen, indienne. Indiennes zijn stoffen bedrukt met veel felgekleurde patronen, vaak rood. De verver verkrijgt deze diep rode kleur door een bepaalde plant, meekrap, te gebruiken. Wat een merde. Die schurken van de ververij weer. Grrr. Mijn buren vervuilen het water met hun verdomde chemicaliën en hun kleurplanten uit de kolonie. Ze denken dat ze alles mogen, maar ze mogen hun product niet in de zinne gieten. Om een goed bier te brouwen heb je het juiste water nodig, dat weet het kleinste kind. Maar zij blijkbaar niet. Ga je gang, adem maar eens diep in. Vul je longen met de stank van hun berucht bleekmiddel en andere twijfelachtige mengseltjes. Hoe verwacht je dat ik een goed bier brouw met dat water? En weet je wat? Als we geen Brusselse biertjes meer hebben om aan onze kinderen te geven, wel, onze kinderen, dan sterven die!